Niet kijken, hè, naar men, hè. Ja. Ja. Verrek, er stond een heel stuk door. Ja. Ja, je bent niet zomaar klein. Ziet hem rennen, ja. Thank you.
Wijnald, wie je deze kant, wie dit valt, is korter hoor. Gewoon recht over het veld heen bedoel je? Ja, gewoon over dit veld heen. En, want hier loopt een weggetje langs, daarheen. Ja, ja hoor. Want je hebt het aardig moeilijk, zie ik. Ik niet. Interessant. Ja, dat bedoel ik. Ach ja. Ja, dat klopt, ja. Die kan dus niet zo hoog zien. Nee. We kunnen die bieten wel in dezelfde loods doen waar de aardappels ook zitten. Ja, kijk wel even waar je ze neergegooid hebt. Ja, ik zal die deur van zo even open doen. Welke loods heb je daar gevonden? Ja, die... Met een machinering. Ah. Een hele grote loods. Kilo. Ja. Ja, met trekken erbij, hè? Ja, ja. En ik heb gekregen 46.000 kilo of liter bitter. Hmm. Die lood zijn, ja? Ja, doe maar. Ik heb aan de andere kant heb de aardappels dus en dan heb je.
Ja, je moet af en toe een beetje heen en weer rijden, want ik heb dat ook moeten doen. Kijk maar naar rechts, daar heb ik zo'n mooi beeldje van gemaakt. Dus even spelen. Nou, dat kan wel. Ik hoor je maar van een flinke show van die zat er rond. Ja. Ja, hoger dan die betonrand krijg je hem toch niet. Een klein beetje. En anders moet ik die grimme autoloodband neerzetten. Ja, kan ook. Ja. Leeg. Maar je kunt ook met die grimmen toch wel met die pallets doen of niet? Kan ook met bieten of niet? We nemen aardappels. Nee, volgens mij kan het ook met bieten. Ja, ja. Ja. Dan moet je die even kijken. Ah, ja. Die heb jij hier nog niet in staan, hè? Nee. Nee. Ik ga in 43 zetten, veld 43. Geen idee nog. Dat is een best veld. Samen aan Chris. Oh jee. Wiet. Wiet. Oké. Okay. Suikerriet. Suikerwiet. Ja, heb je dat op deze? Niet voor mij. Nee, even kijken hoor. Nee. Oeh. Maar je zou bladeren kunnen doen en daarna koolzaad of sojabonen, of weer sojabonen, gerst zonder bloemen. Overlieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hé, waar is de rijtjes? Ja, nee, daar ben je nog niet hoor. Ik was links voor je. Ja, dat heb ik al gezien. Oh nee, in het midden moet ik nog een beetje. Thank you.
Die wol? Ja. Vol? Nee, heb ik last met. Ik ga daar rondrijden daar. Eens kijken of ik rond kan rijden. Ja, dat zou misschien net. Ja, je hebt hier wel een beetje last van die boom hier, maar. Kan eventueel omgezaagd worden. Moet die boom dan maar niet gaan staan, hè? Nee, inderdaad, ja. Toch een boom. Had maar geen boom moeten worden. Ja, dat bedoel ik. Dat is het nadeel met deze machine, hè? Je moet ernaast rijden. Maar dat past.
niet. Nee. Nou, dan moeten we de bomen in het midden maar even wegzagen. Een stuk eraf gaan zagen aan de zijkant. Ja. We hadden speciaal voor Chris hadden we een bijl. Dus, oh. Die hebben we nog niet meer in deze map. Die hadden we elke keer gehad, we die wel. Maar... Oh ja. Ja, dan moet deze boom hier ook maar weg met die bedrading erop. Ja, dus volgens mij zit er geen collisie in op. Maar hoe was erin gereden die boom? Zit er? Ja. In deze manier. Nee. Boos. Is dat de bovenop? Hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Ik weet niet, ik heb hem niet gezien. Ga je de mensen zien dan? Net echt, hè? Ja. De zand ertussen net valt uit die ketting zo. Ja, klopt. Dus ik ken op die dingen ook nog opgestaan, hè? Ah, zie je niet? Nee, je kunt er niet op staan, dat is jammer. Ah. Nee, dat kan niet meer. Jawel, oh. Ja, maar je gaat erop. Ja. Oh, dan gaat het snagen weer af. Ja. Ja. Kijk hoe die ook scheef, hoe die op scheef staat, zie je dat? Ja, mee met de Het is een hele vering, hè? Ja, ja. Wat mooi gedaan. Er zit wel een bewegend deel mee, joh. Ja. Je ziet de tandwieltje door. Ja. Goed over nagedacht, ja. Ja, heel mooi gedaan. Nou, neem maar over. Fly Hut Motor Switch. Oh, die.
Ja, en dan kun je met J kun je dan omhoog en kun je dan zeg maar omhoog en omlaag. Moet je J indrukken en dan kun je met Q en E omhoog en omlaag komen. Graag. Ja. Je rijdt een stukje ervoor en een keer begint hij weer. Deze jack die ik nou gekozen heb, even een dashboard? Ja, die. Ja, die heb ik. Ik heb hem ook niet meer. Die is speciaal voor aardappelen en bieten. Ja. Ja, zei ik ook al, ja. Gewoon een hitch erachter maken, waar je nog een ding erachter kunt hangen ofzo, ja. Ja, net zoals die Amerikanen daar hebben, dus zo'n Amerikaanse zo'n tank erachter rijdt. Ja. Ja, het probleem is, als je cultiveert, dat ding is maar 10,2 meter, hè? Ja, klopt. Dan moet jouw verspreiding ook maar 10,2 meter zijn, hè? Ja. Maar dat is nou wel. Dus eigenlijk kun je beter een soort liquid fertilizer dan met slangetjes of zo, weet je wel, die er achterlangs lopen. Ja. Ja, dat was te veel werk, zei hij. Ja, maar ja, het is ook niet realistisch. Nee. Nee, ik heb ze tenminste nog niet gezien, 10 meter breed. Dan moet echt een flinke dikke trekker hebben en een goede. Tjo, hè? Hè? Jongen, werk. Ja. Nou, ik ben nog niet halverwege, dus. Nou, dan kom ik met deze gooien wel even naar jou toe. Wie weet gaat het, hè? Nou, denk het niet. Denk het ook niet. Ik denk dat deze alleen voor aardappels is. Kijk. Dat was zeker. Dat is hier toch, hè? Dan heb je verder aan de rechtskant, hè? Iets verder doorrijden, ja. Dan de berg af en naar rechts. Ja, naar rechts, ja. Ja, dat is altijd pas wat gekeken, maar je zet toch, tikt ik toch even het setpoint af, zit er gewoon en zo. Nee, voor mij niet.
dat zou ook maar mag niet, ja. Uit. Uit toch? Kriebelrust. Terug kriebelen. Ja. Hoe zou ik dit ding neerzetten? In de hal. In die hal tegenover de, waar we de bieten gegooid hebben. Past er niet in. Past er niet in? Zo past er niet in. Omdat die pijp omhoog staat. Oh. Hier past hij in, verder nergens. Dan staat hij weer gruwelijk in de weg hier. Nou, of je verkoopt dat ding weer. Volgende keer groter, hè? Ja, dat moet ik zeggen. Dat is een grote broer. Dat moet ik zeggen, ja. Doei. Ja, thank you.
In ieder geval is hier ook alweer een heel eind, volgens mij. Maar ik kan er wel een keer bij mes worden. Dat hebben we bondag gemaakt, of niet? Ja. Dat staat er al flink op. Eerst met deze Jack? Nee, ga maar lekker verder. Ja? Dit is wat goor. Ja, ik dacht misschien weer even met dat ding rijden. Even kijken hoe dat is. Die rijdt lekker. Leuke machientjes. Ja. Jongens, die hors ergens. Wat? Die hors spuitmachine. Hors spuitmachine? Ja, welke... Oh, gaat die ding uit, hè? Kunstmest rooien, hè? Ja, ja die brede al ofzo, voor mij of niet? Ja. Heeft die dunne bandjes? Dat weet ik niet. Maar als je dikke banden hebt, nee, je kans dat hij de boel kapot rijdt. Ja, maar van leegvoud niet. Oh, sorry. Nee. Of wel even het kras. Kras, ja. Nee, voor mij is dat zo'n ding waar je achter aan de driepan hangt. Oh, ja. Ja. Over het kras kan ik niet kapot, hè. Ja, dan rijd je ook kapot. Wel? Gras kunt er niet kapot rijden. Ja, echt wel. Weet echt niet? Nee, maar plat rijden. Ja. Dan komt het weer net zo snel overeind, hoor. Ja, hier niet meer natuurlijk. Nooit geweten. Een andere bandje erop gooien. We hebben geen met smalle bandjes, nee, hè? Nee, voor mij niet. Ja, we hadden toen die oude van jou, die was 29 of zo. Ja. Die had dunne bandjes, hè?
In het configureren of niet deze maar? Ja, dat mag goed. Nou dan moet je terug. Hé, hey, dat klopt niet. We gaan onderaan beginnen. Ja, ik ga andersom rijden. We hebben nou geen kunstmest, hè? Nou, misschien wel, want ik heb straks dat ding gevuld. Gek. Ja, ik weet niet of er al in zit, hoor. Maar dat is wel een eindje rijden, hoor. Ja, dat wil ik zeggen. Dan zou ik mijn keeper hier ergens niet kunnen zetten. Ik weet niet of ik af en toe kunt vullen met die keeper. Ja, volgens mij wel. Ja, dat kan wel lukken, ja. Kijken of er erin zit. Alleen dan heb je een shovel nodig om de sproeier weer. Ja, we hebben in ieder geval wel van die keepers met zijn ogen eraan, weet je wel. Oh ja. Dat zal zijn wel lekker, denk ik wel. Even kijken, liquid filter laser 22.000. Diesel 11.000. Gewoon filter laser op 22.000. Wat snap. Alle dingen zijn al op, alle diepstaat. Als ze kan heel aan het klaar, misschien kent dat van mij hoor. Ik zal eens even een kunstmest gooien, dan zou het wel eens vlug gebeurd kunnen zijn. Bijna, ik ben bijna vol.
Er is nou ook een motje dat als jij je met de combine niet goed mikt, dan heb je het ook ernaast liggen. Oh ja? Ja. Dan ook op. Dat is wel een leuke mot, ja. Ja. Hij toch? Ja, echt. Piepen en verkouden. Ja. Gewoon zwaar ellendig. Ach ja. Shit happens.
Heb je gedronken, Chris? Niks. Ik zit nou met mijn controle. Hou hem wel in de beentjes, hè? Mooi zo. Jazeker.
Ja, bijna vol. Ja. Wat weet je? Waarom voor mij?
paraplu opzetten. Maar nou? Kerst komt eraan met de sproeier. Oh jee. Hij heeft ook helemaal geen geduld, hè? Ik kan maar klaar zijn, hè? Heb je geen zaaimachine waar fertilizer alleen bij in zit? Wel. Die JD? Nee, we hebben een Lemken. Oké, want je hebt ook die JD met die speciale vat erachter, hè? Die hele grote. Ja. Van eerst hierdoor. Ja. Dat is erg groot hier. We hebben deze velden nog. Ja? We hebben trekkers van ons gekund met trekken, ja. Ah. Waar een beetje oude spul erin zitten. Ja, goed, ja. Maar die Lemke die kan ook bemesten. Ja, oké. Okay. Kom hier heen. Kijk. Ik heb de dingen gaan vullen. Waar stond die ook alweer die... even kijken. Houdt bovenveld 22. Vul je dan met de shovel of? Ken je niet rechtstreeks erin? Ja, van mij kan maar rechtstreeks erin. Nee? Ja, even proberen, weet ik niet. Proberen, weet ik niet. Bovenveld tussen 14 en 22. Dat is het spoor. En de links. Wordt het van mij? Is niet zo ver.
Wat is dat van de aanjager in die trekker? Welke? Waar ik nog in rijd. Zou die van 615? Ja, het is een aanjager in. Ja, dat kan. Dat komt wel niet los. Dan jaagt hij een eindje aan en dan houd je ermee op. Het is net alsof er een soort koeling in zit. Ja, dat klopt. Ja, hij doet het. Ja. Hij maakt gewoon gek. Joep.
zat je die Dania als je crash? Hè? Waarom zat je die Dania? Waar anders? Grote vorm, klein, bovenaan. Oh, ik denk je wil wel die machine zeer hebben. Nee, alleen die grote spullen. Oh, zo. Combines en Europa en Holmer en Ponsen. Hakbijl, hè? Hè? Hakbijl. Hakbijl, ja, ook. Doe die niet? Ja, ik doe de verkeerde knop in. En waar zullen we gaan zaaien? Wordt bij een nieuw. Wit. Suikerwit. Wat kan ik daar halen? Bij de suikerwitboer. Ja, maar nergens heb ik een zitpas, misschien dat we die een keer kunnen vullen. Daar aan die vader, maar de zitpas, ja, wat erin, tarwe, hè, wat een meer. Tarwe, je staat hier, ik heb de tarwe en van de oosten. Tarwe, een lekker fertilizer moet erin, of niet? Ja. Ja. Tarwe kennen hier aan de oude oosten, hè? Ja. Ik kan er wel even doen, dan. Voor mij hebben we ook wel aardig wat van de voorraad. Maar heb je al een keer geoogst? Dat heb ik al een hoop stro, hè? Oh ja, dat is wel ook, ja. Maar gaan zaaien dan iets? Ja, doe maar. Ja, we hebben eigenlijk niet zo nodig hier. Mag je twee velden cultiveren nou? Ploegen cultiveren? We moeten wel met een grote tractor doen, hè? Goed, dus moet deze hem dat trekken. 200 pk. Ja, maar ze zwiepen alle kanten in. Ik weet niet. Zeker, maar probeert je. De ploeger rijdt deur en de tractor die heeft veel moeite om hem... Die Lemken? Ja. Ja, die vent. Kijk, we strak parkeren, zie je? Ja. Ik denk dat ik. Ik zal hier als even dubbele wiel opgooien. Ja, misschien dat wel helpt, ja. Wat gas hebben we hier wel in liggen. 47, 48.000 liter bijna. Trillen. Hoeveel past erin in de Sheetmaster? Ik weet niet, 10.000 of zo? Ja, zoiets. Ja.
geweest. Zie je hem nou bepaald? Ja. Ja, het legt dus uit. Nou, oh, zet het niet meer goed. Hé, hey, op. Oeh! Hé? Hey? Ja. Oh, jongen. Met je SM, jullie vrouw? Ja. Hè? Huh? Nou, tepelklempjes weer op, jongen. Met zweepje. Pats. Kijk eens. Past er ook gerst in dat ding, ja, hè? Ja. Even kijken, smalle banden, smalle dubbele wielen, dubbele wielen. Even kijken. Zo. Een beetje lek. Dat vind je wel nergens op slaan, hè? Jongen. Wat hè? Ja, ik dubbele wielen. En we hebben voor kleurwielen. Rooi. Ja. Dan eraf die dinger. Waar staat de Seatmaster? Waar heb je neergezet bijna? Nee, 56, wat ik aangelegd heb met die heel oh, daar ja.